Hi, ik ben Smartphoneman Dominique en ik ga jou in deze video helpen met het zoeken van jouw nieuwe budget smartphone. Ik ga het namelijk hebben over de 5 beste smartphones onder de 250 euro. Op de 5e plek staat de Realme 9 4G editie. Er is ook een 5G editie, die kost ook onder de 250 euro. Maar ik zou voor de 4G versie gaan, want die is weliswaar niet voorzien van 5G natuurlijk. Maar los daarvan functioneel wel wat beter. En deze Realme 9 4G die blinkt vooral uit met zijn scherm en zijn camera. Hij heeft een best wel mooi AMOLED scherm. Het is een 6,4 inch Full HD Plus scherm met een verversingssnelheid van 90 Hz. De camera is een 108 megapixel hoofdcamera die voor deze klasse bovengemiddeld goede plaatjes schiet. En daarmee is de telefoon gewoon een fijne budget smartphone met een paar voordelen. Hij is niet de snelste, hij heeft een Snapdragon 680 chipset, maar die is wel snel genoeg. En de batterij van het toestel die is groot met zijn 5000 mAh. Nou, dat is wel vrij standaard tegenwoordig. Maar hij kan ook lekker snel opladen en dat is natuurlijk fijn dat je als je even een paar minuutjes hebt, snel een beetje bij kan laden. Nadelen heeft dit toestel ook wel, anders had hij het natuurlijk wel verder geschopt dan een 5e plek. En het grootste nadeel zit hem eigenlijk in de software. De Realme UI schil is wat aan de drukke kant, maar werkt eigenlijk best wel fijn. Dus daar zit niet het grootste bottleneck. Het grootste bottleneck zit eigenlijk bij het updatebeleid. Dat is sowieso niet zo heel erg goed, maar ook vrij onzeker. Er is eigenlijk niet echt iets over te vinden hoe lang die nou precies geüpdate gaat worden. Waarschijnlijk krijgt hij 1 Android upgrade. Dat is de upgrade naar Android 13 die hij nog niet gehad heeft. En 3 jaar beveiligingsupdates waarschijnlijk. Dat betekent dat je er nu ongeveer nog 2 jaar mee vooruit komt. Dus tot begin 2025. Maar zelfs dat is niet helemaal zeker en daarmee is het toestel toch wat onzekerder om aan te schaffen. Maar verder wel een telefoon die dus een heel mooi scherm heeft, een goede camera heeft en op zich fijn in gebruik is. Op plek 4 dan een refurbished smartphone, namelijk de iPhone SE 2020 van Apple. Refurbished, komt ook regelmatig in mijn koopwijze terug. Nou, je kan hem al krijgen vanaf 160 euro. Dan heb je de kleinste versie, dus 64 gigabyte. En in staat redelijk, dus daar zitten er wat krasjes op en zo. Budget van 250 euro kun je ook een veel betere voor krijgen. Met meer opslagruimte of in een betere staat. Nou, er zijn heel veel opties beschikbaar bij heel veel verschillende aanbieders. Dus zoek dat even goed uit als je zo'n toestel wilt kopen. Maar als je dat doet, dan heb je een refurbished toestel dat dus niet meer nieuw is. Dat heeft nadelen, heeft ook voordelen, namelijk de prijs en ook dat het milieuvriendelijker is. En wat dit toestel verder als voordelen heeft, is dat hij heel erg luxe is en een paar bijzondere functies heeft voor dit geld. Hij is bijvoorbeeld waterdicht, hij kan draadloos laden, hij heeft een 12 megapixel camera. Dat klinkt niet indrukwekkend, maar het is wel een erg goede camera in een budget smartphone. En het is natuurlijk een iPhone, dat betekent dat hij op iOS draait en dat alleen al kan een reden zijn om dit toestel te kopen. De keerzijde van het verhaal is dat hij een erg verouderd ontwerp heeft, niet zo'n goede batterij heeft, een scherm heeft dat vrij klein is en ook een lage resolutie heeft. Het is een 720p scherm ongeveer en het is ook een scherm dat geen OLED scherm is, geen hoge verversingssnelheid heeft. Dus op sommige vlakken loopt het toestel ook echt duidelijk achter. Maar als je daarmee kunt leven, dan heb je wel voor niet zoveel geld een iPhone die nog steeds snel is, nog 2 jaar ondersteund wordt en dus een paar echt ook wel duidelijke voordelen heeft voor dit geld. Dan op plek 3 een smartphone die eigenlijk het ongeveer van dezelfde dingen moet hebben als die Realme 9 die ik al noemde. Het gaat om de Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G versie. De 5G versie die is helaas niet voor dit geld verkrijgbaar. Hij kost ongeveer 250 euro en kan net als die Realme heel snel opladen. Zelfs nog wat sneller met 67 watt. Hij heeft een goede batterij met een capaciteit van 5000 mAh. Hij heeft een behoorlijk goede 108 megapixel camera en een heel mooi scherm. Het is een AMOLED scherm met een verversingssnelheid van zelfs 120 Hz. Daarmee is dat scherm heel erg vloeiend. Nou, de telefoon is verder ook niet voorzien van 5G. Hij heeft een MediaTek Helio G96 chip. Die is prima, maar niet heel modern en snel meer. De software van het toestel is de MIUI software. Die is nog wat drukker dan die software van Realme, maar is ook wel ietsje zekerder qua updatebeleid. Het toestel krijgt 2 Android upgrades en 3 jaar beveiligingsupdates. Dat betekent dat hij nog Android 13 krijgt en tot de voorjaar van 2025 ondersteund wordt. Nou, dat is misschien wel hetzelfde als die Realme, maar bij deze Xiaomi kun je er iets meer van op aan. Het toestel heeft een 6,7 inch scherm, dus best wel een groot scherm. Daarmee is die wel wat aan de lompe kant, maar aan de andere kant is zo'n groot scherm natuurlijk ook wel weer fijn. En wat ook nog wel een voordeel is tegenover veel andere telefoons in deze klasse en ook tegenover die Realme 9, is dat die IP53 spatwaterbestendig is.
Op plek 2 dan een smartphone die niet heel spannend is, maar wel een aantal dingen heel goed doet die veel budget smartphones niet zo goed doen. Ik heb het over de Samsung Galaxy A23 5G. Nou, zoals de naam al doet vermoeden, ondersteunt hij 5G en daarmee is hij wat toekomstbestendiger dan veel andere smartphones in deze lijst. Daarnaast heeft hij het beste updatebeleid van de telefoons in deze lijst. Hij krijgt 2 jaar Android upgrades en 4 jaar beveiligingsupdates. Nou, hij is krap een jaar oud, nog geen jaar oud. Dat betekent dat hij nog een update naar Android 13 en Android 14 krijgt. En dat hij beveiligingsupdates krijgt tot ergens halverwege 2026. Nou, dat is gewoon heel erg netjes voor een budget smartphone. Verder heeft de telefoon een vrij stevig, maar niet zo heel erg spannend ontwerp. Hij heeft de One UI software van Samsung die ietsje schoner is dan veel andere schillen van Chinese fabrikanten. Hoewel ook de One UI relatief aan de drukke kant is. Hij is voorzien van een hele goede accu, dat is ook fijn. Hij kan niet zo snel opladen, dat is een nadeeltje tegenover andere toestellen in deze lijst. En hij heeft geen AMOLED scherm, maar een IPS LCD scherm. Ook dat is een nadeeltje. Dus het is niet de meest flitsende telefoon, maar het is wel een telefoon waar je gewoon van op aan kan. Die 5G ondersteunt en die lang ondersteund wordt. En dat maakt deze telefoon een hele interessante keuze voor als je een budget smartphone wil, maar niet per se het meest flitsende en spannende toestel hoeft. Op plek 1 dan de Motorola Moto G72. En die Motorola Moto G72 lijkt qua karakteristieken eigenlijk best op die Realme 9 en die Xiaomi Redmi Note 11 Pro, maar doet alles nog een stukje beter. Ten eerste is de telefoon wat nieuwer, hij is in oktober 2022 uitgekomen. Hij krijgt 1 Android upgrade, dat wil zeggen Android 13 en 3 jaar beveiligingsupdates, dat wil zeggen tot oktober 2025. Dat is net iets beter dus dan die andere toestellen die ik noemde. Net als die andere toestellen heeft deze Motorola een behoorlijk goede 108 megapixel camera. Hij heeft een snel en vloeiend AMOLED scherm. En de telefoon is daarnaast ook qua prestaties behoorlijk goed. Hij heeft een MediaTek Helio G99 chip. Dat is een wat nieuwere chip dan alle andere telefoons in deze lijst. Hij heeft geen 5G ondersteuning, dus dat is een nadeeltje. Maar aan de andere kant, 5G is voorlopig nog niet zo heel belangrijk. Hij heeft hele fijne software. De Motorola schil over Android is heel licht met een paar handige toevoegingen. Maar eigenlijk geen sterke aanpassingen. En daarmee is het allemaal wat minder druk en wat netter dan veel andere software schillen. Zeker van budget smartphones. Dus dat vind ik zeker een voordeel van het toestel. Hij is spatwaterbestendig. Heeft weliswaar geen IP-rating. Maar hij kan dus wel tegen wat regen of als je er een keer iets overheen morst. De Moto G72 heeft een grote 5000 mAh batterij. En kan met 33 watt opladen. Wat behoorlijk snel is in deze klasse. Ja, en al met al is dit gewoon een hele fijne budget smartphone. Die vooral uitblinkt in zijn soepele en fijne software. Prima prestaties. Mooie scherm. En aardig goede camera. En als je geen 5G hoeft in een budget smartphone, dan is dit wat mij betreft op dit moment de ideale keuze. Ik ben Smartphoneman Dominique, bedankt voor het kijken van deze video. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Laat het even weten in de reacties onder deze video. Laat ook even weten wat jij van de lijst vond. Vind ik altijd leuk om te horen. Bedankt voor het kijken nogmaals. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Geef de video even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En dan zie ik jou heel graag een volgende keer.